Welkom bij de examentraining van Adrikskunde bijles. In de vorige filmpjes heb je al een beeld gekregen van het centrum peripherie model en de locatiekeuze van bedrijven. In dit filmpje wordt dieper ingegaan op handel en migratie. Voor handel is een goede infrastructuur belangrijk. Soms wordt hiernaar gevraagd op een examen. Let op dat je ingaat op zowel de oudere manier van transporteren, bijvoorbeeld via een zeilboot, en dat je ook ingaat op de nieuwere manier van transporteren, bijvoorbeeld via een enorm containerschip dat sneller maar vooral groter is, waardoor transportkosten worden gedrukt. Door nieuwere transportmogelijkheden ontstaan andere handelsroutes. Hierdoor kunnen sommige plaatsen die vroeger op de handelsroute lagen, minder gebruikt worden, wat voor die plaatsen nadelig is. Andere steden worden juist beter verbonden en belangrijker. Internet is een vorm van infrastructuur die ervoor zorgt dat veel plaatsen worden verbonden en biedt gebieden de kans om tot economische ontwikkeling te komen. Handel wordt beperkt door enkele factoren. Vanuit de economische dimensie zijn dat de kosten. Vanuit de natuurlijke dimensie zijn dat natuurlijke obstakels, zoals gebergtes, woestijnen of zeeën. Vanuit de politieke dimensie zijn dat gesloten grenzen of handelsbarrières. Voor rijke landen geldt dat vooral kleine rijke landen relatief veel handelen, omdat ze zelf niet alle producten kunnen maken of alle grondstoffen hebben, terwijl grote landen daar veel meer mogelijkheden toe hebben. Handel zorgt voor uitwisseling, wat ook diffusie wordt genoemd, van cultuurelementen, zoals taal. Engels wordt door mensen over de hele wereld gesproken en wordt daardoor gezien als lingua franca, maar de meest gesproken eerste taal is Chinees of Mandarijn. Met gebieden die door natuurlijke obstakels afgelegen zijn, is deze culturele uitwisseling nauwelijks mogelijk en doorgaans behoudt men in deze gebieden makkelijker de eigen cultuur, zoals taal en religie. In landen die al lang geleden gevormd zijn, zoals landen in Europa, spreekt men doorgaans één taal. In landen die veel recenter ontstaan zijn, zoals in Afrika, spreekt men meerdere talen, wat komt door het koloniale verleden waarbij verschillende cultuurgroepen bij elkaar in één land terecht kwamen en doordat het proces van natievorming dus veel korter heeft plaatsgevonden. Doorgaans neemt in periferie en semi-perifere landen het aantal gesproken talen af, omdat de invloed van mondiale talen, zoals Engels en Spaans, toeneemt. In centrumlanden neemt door immigratie het aantal gesproken talen juist toe. Ook kan globalisering ertoe leiden dat in perifere landen producten van lokale producenten marktaandeel verliezen ten opzichte van producten van multinationals, omdat de producten van multinationals goedkoper zijn door lagere productiekosten. In centrumlanden is er over het algemeen een vernieuwde aandacht voor lokale producten of variaties, waardoor multinationals marktaandeel kunnen verliezen. Een andere manier waarop landen met elkaar in contact kunnen komen is door migratie. De belangrijkste poolfactor voor migranten is vaak werk in het land van bestemming. Voordelen voor vertrekgebieden zijn het ontvangen van geldzendingen en migranten nemen kennis en werkervaring mee terug. Nadelen voor vertrekgebieden zijn dat vaak juist hoogopgeleiden wegtrekken. Dit wordt Brain Drain genoemd. Soms is het juist het rijke deel van de bevolking of juist de jonge arbeidskrachten die migreren. Migranten zorgen ook weer voor netwerken waardoor er bijvoorbeeld meer handel is tussen twee landen of dat er sprake is van culturele uitwisseling. In het volgende filmpje worden indicatoren van welvaart behandeld.